Het is grappig dat je het benoemt van je bent de hele dag met de dood bezig, want zo zie ik het niet. Dus ik wil erg als ik dood ga dat het gevierd wordt. Ik wil dat iedereen staat te twerken op mijn begrafenis hoor, ja! We liepen net binnen en dan zie je al een kist en dat je toch denkt, oh, ja, daar ligt iemand die net is overleden. Je kan niet zeggen, het ging vandaag niet zo goed, we doen het morgen nog een keer. Nee. Ik heb één keer gehad dat mijn dragers te laat waren. Die hadden pech. En misschien totdat ik ooit gelijk ben. Nee, dat... ik hoop dat het nog even duurt. Waar gaan we vandaag heen? We gaan vandaag naar iets toe. Kijk, ik ben helemaal gekleed. Ik ben zelfs tot dat onderbroekje helemaal in het zwart. Want we gaan naar een crematorium. Uitvaartcentrum. We gaan naar Anne toe en zij is uitvaartverzorgster. Uitvaartverzorgster, ja. Ja. En ze is best jong. Ze is 30. Nou, dat vind ik best jong voor een begraafde onderneming. Want vaak zijn dat toch... Die toch altijd mannetje waard. Mijn idee, ja nou precies, hè, die in rook opgaat. Dus dat verwacht je meestal, maar het is een jonge frisse meid die dit gewoon doet. En we gaan haar een bezoekje brengen, want we zijn wel benieuwd of dat zoiets eruit ziet en of zoiets werkt. Hoi Anna, hoe Hoi. Is het? Ja, gaat goed. Ja? Ja. Wat fijn dat we hier mogen zijn vandaag. Ja. We zitten wel te lachen, maar het is wel een serieuze zaak, hè, ook. Ja. Want waar zijn we vandaag? Vandaag zijn we in crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer. Dat is even een andere plek als waar we normaal komen. Ja. Want hoe oud ben jij en hoe lang werk je hier al? Ik ben 30 en ik werk nu bijna 1,5 jaar als uitvaartverzorger. En hoe is dat in hemelsnaam zo gekomen dat je dacht, ik ga hier werken? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik heb hiervoor ruim 12 jaar bij de politie gewerkt. Oh. Dus dan zou je denken iets heel anders. Maar daar is wel een beetje het idee gegroeid van, ik wil uiteindelijk in de uitvaartwereld werken. Bij de politie als agent op straat waar ik ben begonnen... ben je vaak de brenger van het slechte nieuws. Dus je komt bij de mensen thuis om te vertellen dat iemand is overleden of iets. En daar stopt het dan ook. En toen dacht ik, ja, dat organiseren en dingen regelen, dat vind ik ook wel heel erg leuk. En daar ben ik ook wel goed in. En zo kwam ik uiteindelijk als uitvaartverzorger, dacht ik, dat wil ik gaan doen. Wauw, oké. Okay. Ja. Maar dat was dan ook wel in connectie met, als jij het slechte nieuws bracht, dat je dacht van, ik wil meer dan dat alleen doen. Ja, en ook wel de... Het interessant van wat gebeurt er daarna dan en hoe gaat dat dan? Want hoe doe je zoiets? Doe je daar een opleiding voor? Is dat een gekke vraag of iets? Nee, helemaal niet. In principe is het zo dat iedereen zich nu ineens mag benoemen tot uitvaartverzorger. Dus je hoeft er officieel niet iets voor te doen. Oh. Ja, dus het is nou, vanaf vandaag zo'n school. Ja. Een vrije keuze. De vraag is of dat verstandig is. Ja. En of je het aan kan. En of je het aan kan. Het voordeel van Monuta is, zodra je daar komt te werken, dat je die opleiding er gratis bij krijgt. En wat heb je nou echt nodig als uitvaartverzorger? Wat voor aspecten als mens heb je nodig om dit soort werk te kunnen doen? Nou, uiteraard inlevingsvermogen en empathie. Dus dat zijn wel belangrijke dingen, maar daarnaast dus ook heel goed kunnen regelen en organiseren. Ja, want wat vertel eens wat jij dan allemaal doet. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Eigenlijk weet ik nooit hoe mijn dag eruit komt te zien. Dus dat is vaak... Wel lekker, toch? Dat kan ook heel lekker zijn, ja. Ons werk begint vaak natuurlijk als iemand is overleden. Ja. Dan komen we bij de nabestaanden thuis. En dan voeren we eigenlijk een eerste gesprek. En zo'n eerste gesprek gaat... Daar ga je eigenlijk naartoe werken. Meestal heb je dan om en nabij een week de tijd met elkaar... om dat afscheid steeds verder vorm te geven... Ja. Dus dat is een deel. Hè. Dus daarvoor moet je alles regelen als uitvaartverzorger. En uiteindelijk ben je degene die ook het afscheid begeleidt op de dag zelf. Dus dan ben jij verantwoordelijk dat alles verloopt zoals je hebt afgesproken met de familie. Ja. Dat is best wel een... Een ding hoor. Een heavy job. Want het is natuurlijk iets wat zo emotioneel is, wat zo belangrijk is voor zoveel mensen. Hoe voelt dat om die verantwoordelijkheid te hebben? Ja, de druk is vaak heel hoog. Ja. Je kan niet zeggen, het ging vandaag niet zo goed, we doen het morgen nog een keer. Nee. Dus dan is het deels vertrouwen hebben in dat de techniek je niet in de steek laat. En dat iedereen komt op de aangegeven tijden. Ja. Dragers, de rouwauto. Maar ik kan er niks aan doen als de rouwauto een lekke band heeft. Nee. Dus het is soms... hopen dat het allemaal verloopt zoals gepland. Ja. Heb je ook wel eens een uitvaart gehad dat je dacht van... oh, alles loopt in de soep en dit gaat helemaal kut? Nee, niet alles. Ik heb één keer gehad dat mijn dragers te laat waren. Die hadden pech. Mm-hmm. En dan had ik de pech dat dat gebeurde op een begraafplaats... waarbij de kapel
waar ze de afscheidsdienst hadden, helemaal van glas was. Dus dat iedereen ook kon zien wat er gebeurde. Oh, God. Dus iedereen kon zien dat er iets niet helemaal goed liep. Oh, jee. Dus ja, dat zijn de momenten dat je denkt, oké, ga ik nu wachten op die dragers? En hoe lang duurt het nog? Of ga ik een oplossing bedenken? Ja. En uiteindelijk lopen er gelukkig altijd heel veel mensen op de begraafplaats, van de begraafplaats zelf, ja. De beheerder. Ik had een chauffeur bij me van een volgauto. En toen heb ik die allemaal bij elkaar geroepen. Ik zeg, we gaan het even anders doen. Ja. Dus uiteindelijk kom je wel tot een oplossing. Maar tuurlijk ziet een familie dat het niet loopt. Want ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk de hele dag met de dood bezig. En als je naar huis gaat, hoe zet je dat van je af? Of heb jij iets, een ritueeltje wat je doet of iets? Hoe hou je dat gescheiden, zeg maar, dat ook niet je persoonlijke leven, zeg maar, beïnvloedt? Het is grappig dat je benoemt van je bent de hele dag met de dood bezig, want zo zie ik het niet. Oké. Tuurlijk is er bijna altijd sprake van dat iemand is overleden. Maar het zou ook niet goed zijn als ik de hele tijd daar maar mee bezig ben, van met de dood bezig ben en dat soort dingen. Dus zo zie ik dat niet. Ik zie het meer als, ik organiseer iets en in dit geval is dat een afscheid. Mm-hmm. En ik moet zorgen dat dat goed verloopt. Ja. Dus als ik naar huis ga, dan is dat nog wat ik doornem in mijn hoofd. Van, is het goed gegaan? Ja. Heb ik alles geregeld? Klopt het? Als ik morgen een uitvaart heb ik ben ik er klaar voor? En als ik thuis ben ik thuis. En hoe is het eigenlijk om zo vaak eigenlijk met toch in een sfeer te zijn waar mensen zijn overleden? Ik bedoel, we liepen hier net binnen en dan zie je al een kist en dat je toch denkt, daar ligt iemand die net is overleden. Dat lijkt mij best wel lastig of zo. Heb jij dat ook? Nee. Maar dat is dat stukje, denk ik, dat ik er anders naar kijk. Ik zie daar niet een kist staan, maar ik kijk van, staat alles goed? Ja. Hoe is gewoon je werk, Is de setting zoals ik heb afgesproken met de familie? Staat alles naar wens? En dus voor mij is het niet van, daar ligt iemand in of dat, nee. Het is gewoon heel anders, staat daar heel ver heel, van weg. Heel anders ja, precies. Ja. Wat vond je dan zo leuk bij de politie? Waarom dacht je ooit, ik wil echt bij de politie? Actie. Je zag jezelf rennen. Want dan is dit wel echt weer een soort van, natuurlijk het tegenovergestelde of zo. Nee. Nee? We hebben hier ook heel veel actie. Ren je hier ook achter je staan? Ik ben ook wel de enige die altijd een beetje aparte dingen doet. Hè. Dus iedereen vindt het apart. Apart dat ik bij de politie ga. Apart dat ik dit vak doe. Hè. Van de week sprak ik mijn nicht nog. Ze zegt, ik vind het nog steeds een beetje raar dat jij uitvaartverzorger bent. Ja. Ik vind het een beetje raar dat jij broodjes bakt, Anke. Ja, dus het is, er zit nog een soort, ik wil niet zeggen taboe. Taboe op soort van. Maar, ja, maar het is wel, toch het is wel. Een beetje. Het is ook wel hetgeen waar de mensen nog een beetje weg van willen blijven. Ja. Van, we willen niet te veel daarover praten of daarmee geconfronteerd worden. Zo voelt dood natuurlijk ook. Zo van, we weten allemaal dat het is en dat het komt. En dat het ook verzorgd moet worden uiteindelijk. Want dat is natuurlijk waar heel veel mensen ook, als je jong bent, niet bij stilstaat. Van, ik wil bitterballen, ik wil strippers, weet je wel. Zo wil dat ik mijn begrafenis uitzie. Ja, maar dan sta je niet bij stil. Ja, maar dat is toch. En er moet gewoon iets normaals worden. En denk ik ook iets wat, tenminste, ik wil echt als ik dood ga dat het gevierd wordt. Ik wil dat iedereen staat te twerken op mijn begrafenis, hoor. Ja. Nou, ik weet wel, ik zou het heel leuk vinden ook om een feestje. Ik wil dan wel Van Dobben kroketten en pantosties en darken stormies. Maar niet, weet je wel, geen kopjes koffie, kopjes ik thee. Ook niet. En geen cake. Ik was zo'n taart. Weet je, zo'n hele grote. Oh ja. En dan maar lijkt hij dan afsluit. Nee, sorry. Ik heb er nou wel zin in. Nee, maar ik wil wel feestje, Dat weet ik wel. Soms, dit is echt een beetje guilty iets, maar soms denk ik daar wel eens over na. Wat? Want mensen zouden zeggen op mijn begrafenis. Heb je dat niet? Nee, nog niet. Echt niet? Oh. Nee. Je gaat er zelf niks meer van meemaken. Dus nee. Ik hoop dat ik ernaast sta. In geest zijn en dan kan je dus janken, janken. Maar is hier nooit een keer dat de collega zei ook, hoor, de... Nee. Om het kloppen in de kist. Je vrouwt die niet, Nee. Nee? Er is er ook echt nog nooit één wakker geworden of zo, al die verhalen, nee. Nee, ik vind het heel leuk. En wat je zegt, gewoon luchtig of zo. Ik had wel toen ik net ook op de parkeerplaats stond, dat ik zoiets had van, ik moet mijn adem inhouden. Ja, maar dat is natuurlijk gelijk, als je op zo'n plek komt, denkt iedereen gelijk, hold my poodle, hold my breath. Hold my poodle. Het is heel verdrietig, maar verdriet en humor zijn soms heel dicht bij elkaar. Ja. Hey, en wij gaan zo een beetje met jou meelopen, want jij gaat gewoon enorm aan de slag vandaag. Ja. Wat gaan we vandaag allemaal doen? De ruimte is een beetje bekijken, van hier het crematorium. Hoe ziet mijn dag er dan uit? Waar zijn we? Dit is de koffiekamer van het crematorium hier in Meerbloemhof. En dit is eigenlijk de plek waar we na de afscheidsdienst vaak bij elkaar komen. Waar mensen een kopje koffie kunnen drinken of een biertje, wijntje, alles kan. Dus vaak passend bij wie de overledene was. Alles is mogelijk, maar
Kan ik hier Mexicaanse avond houden? Kan ik hier sushi? Wat kan ik hier allemaal doen? Ja, alles. Alles? Wij vragen wat zijn de wensen en het crematorium gaat regelen. Echt? Dus, en als iemand nou zegt van nou ik wil 100 Big Macs en 50 McChickens, weet ik veel, kan dat ook gewoon? Ja, in principe kan alles. En als je die per se van de McDonald's wil, dan moeten we even nagaan bij de McDonald's of ze dat kunnen leveren. Het gebeurt ook dat hier complete barbecues worden gehouden hoor. Het kan allemaal. Echt? Ja hoor. Wat gezellig. Ja. Hoeveel crematies of begrafenissen zijn er vaak op een dag hier? Over het algemeen echt met een dienst en alles erbij zitten we rond 4-5. Maar ja, dit is de koffieruimte en er is natuurlijk nog meer dan de koffieruimte. Er is nog meer dan de koffieruimte. Nou ja, uiteindelijk als het afscheidsdienst heeft plaatsgevonden, dan is de keuze gemaakt cremeren of begraven. En als er gekozen is voor cremeren, dan komen we in de overruimte. Oké. My god, je hoort het ook zo. Je hoort hem ook, ja. Ja, want je zei net, deze staat altijd aan. Ja. En hoezo is dat dan? Ja, omdat de temperatuur moet blijven uiteraard. Ja. Dus in dit geval hebben we één oven. Ja. En dat is de invoertafel zoals je die ziet. Daar komt de kist op te staan. Hoe warm is die oven? Heel warm. Ik durf niet te zeggen precies hoe 250 graden. Maar nee. Dat gaat echt wel veel verder dan dat. Dus joe. Het is echt wel echt heel warm. En als dit open gaat, dan zie je vuur? Nee. Auw. Nee, dat denken mensen altijd. Wat zie je dan? Maar je moet een beetje vergelijken echt met een oven. Oh, oké. Okay. Dus het is vooral warm eromheen, maar zodra de kist erin gaat, zie je geen vlammen uiteindelijk. Dat zie je altijd in de films? Ja, dat zie je in de films. Je ziet heel veel dingen in de films. Ja. Die kloppen allemaal niet. Niet films geloven. Dus je ziet geen vlammen. Je ziet gewoon een hele warme ruimte. Oké, okay. Heftig. En dan gaat dan die hele kist gaat dan gewoon flaf gewoon in één keer... Ik heb wel eens gehoord dat als bijvoorbeeld mensen heel veel plastische chirurgie hebben gedaan met siliconen en zo, dat je dan knallen hoort. Is dat ook zo? Nee. Dat is ook gewoon een sensatieverhaal, joh. En hoe maak je zo'n oven schoon? Vergelijk het een beetje met de open haard. Oké. Okay. Oh mijn god. Alleen, maar je wordt wel grotere apparatuur. Maar er gaat geen mensen in, toch? Nee, we gaan er niet in. Dus je hebt gewoon een theezoekje en dingen om het helemaal schoon te maken. Stoffen een blik. Ja. Dus er is een opvangbak onder waar je het altijd... Ah, oké. Okay. Met een vuurvast steentje. Die gaat altijd mee. Want daar staat een nummer op. En aan de hand van dat nummer weten we uiteindelijk welke as bij welke overleden. Oh ja, tuurlijk. Niet meer zeggen wie is. Nee. Zou nog wat zijn. Nou, dit beetje ben jij. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus om dat te voorkomen, gaat er altijd een vuurvast steentje. Ja. En families kunnen er dus ook voor kiezen om mee te gaan naar deze ruimte. Mm-hmm. En om dus echt het hele proces te zien. Ja. En zelfs om de knop te drukken die daar. Nee joh. Oh, echt? Oh, dat lijkt me zo heftig. Wow. Dus dit is dan de afruimte waar het uiteindelijk plaatsvindt. Ja. We zijn nu in de aula van Meerbloemhof, dus hier worden de afscheidsdiensten gehouden. Je ziet, het is best wel een grote aula. Dus er kunnen over het algemeen veel mensen in, maar nu hebben we natuurlijk de beperking van 50. En achter jullie, we hebben allereerst een hele mooie wand, vinden we zelf. Ja, heel mooi. En wat is dit dan? Ja, dit is de plek waar de kist komt. Ja. Dus dadelijk voor de uitvaart ga jij dat allemaal klaarzetten? Ja, of... dus dan kijken welke bloemen zijn er allemaal. Oh ja, heel mooi. Ja. Heel mooi, ja. Heel erg bedankt dat we zo met jou mee mochten lopen. Ja, graag gedaan. Echt fantastisch. En een hele nieuwe ervaring van uitvaartverzorgingsbranche, zeg maar. En ook gewoon de plek. Dat het ook voor jongere mensen kan. Ja. Ja, exactly. Dat er niet alleen maar oudere mensen werken. Ja. Ja. En misschien totdat ik ooit gelijk ben. Nee, ik hoop dat het nog even duurt. Ja. Nou. Dat was wat! Hoe voel je je? Alsof ik net 70 minuten op 5000 graden in de oven heb gezeten. Helemaal gaar. Ja, zo kun je het noemen. Ja, dit was echt wel heftig. Ik zou dit niet kunnen doen. Ik heb heel veel respect voor haar, want ik kan dit niet hoor. Nee, ik zou dit werk ook niet kunnen doen. Want ik snap wel dat ze zegt van, ik zie dit als werk, maar kijk, dit is ook ons werk. Maar ik vond dit wel al heel heftig. Ja. Het gaat toch om de dood. Ja. Ik vond het een hele mooie ruimte, laten we dat wel ook zeggen. Een hele fijne... Ja, dit was wel echt een geweldige plek, hè? Ja, ik ga voortaan naar Zoetermeer. Ik ook. Serieus. Ja. Heb je nou ook een verhaal die gezellig, inderdaad ook emotioneel is zoals vandaag, bijzonder, nou noem het maar op. Mail dan naar watenverhaal@clubnext.nl en dan komen wij in deze partybus met toeters en bellen naar je toe. Ja. Om dat eens eventjes te vertellen. Ik ben benieuwd. Laat het ons weten.